deed ik ook alweer? Wat moest ik ook weer doen hier boven aan de trap? Wat deed ik ook alweer? Hoe heet het ook alweer? Waarom ging ik ook weer met de trein mee? Was het weer een vreemd gevoel van heimwee? Dat zijn zo van die dingen die ik eigenlijk niet meer snap. Het gebeurt de laatste tijd steeds vaker. Dat ik dingen doe waarbij ik denk en toe. Zo stond ik boven in de gang een tijd te staren naar behang. Omdat ik zeker wist dat ik daar iets moest doen. Dan kom jij lachen naast me staan. En zegt, zullen we naar beneden gaan? Ik ga dan lachen met je mee. Maar van binnen ben ik best een beetje bang. Ik wil niet dat je anders met me omgaat. Het is een fase en die gaat wel weer voorbij. Ik ben nog steeds dezelfde man en je weet dat ik nog alles kan. Al gaat alles wat langzamer bij mij. Zegt, doe jij maar kalm aan. Ik zal altijd van je houden, lief, zelfs als je helemaal niets meer kan. We maken het niet groter dan het is. Hoewel ik me af en toe misschien vergis. Maar liefste, voor ik het voorgoed vergeet, schrijf op een papiertje nog even hoe je wat deed ik ook alweer, waarom ging ik ook weer met de trein mee? Was het weer een vreemd gevoel van heimwee? Dat zijn zo van die dingen die, dat zijn zo van die dingen, van die, dat zijn van die, ach, hoe heet het ook alweer?